Welkom allemaal bij deze toch wel laatste aflevering van dit seizoen van Zeg dat het niet waar is. En ik heb mijn best gedaan om twee kleppers in de studio te halen. En dat is mij gelukt aan mijn rechterkant, dames en heren. Alex Agnew. Yay! En aan mijn linkerkant, dames en heren, David Gillies. Hey! Dit programma gaat uiteraard allemaal over de grote waarheden en de kleine leugens. En ik denk dat deze mannen toch wel wat leugens en waarheden in petto hebben. Oh, ja. Al de beste leugens vertel ik altijd aan mijn vrouw, zeg ik. Is dat waar? Goed. Alex, welkom. Yes. Hoe is het? Hoe is het? Goh, rustig, hè? Ja. Tegelijkertijd ook. Ik heb een wekelijkse podcast, dus dat werkt wel goed. En daar moet ik ook best wel vaak veel research voor doen, omdat dat dikwijls gasten zijn die een boek geschreven hebben. Okay. Dus ik heb al heel veel boeken gelezen in de voorbije weken. Dus dat is wel heel tof. Ja, soms ook heel uiteenlopend, hè, van over economie tot gewoon thrillers of noem het allemaal maar op. Dus het is eigenlijk een vrij informatieve podcast ook? Laten we niet te hard gaan overdrijven. Ik denk dat het vooral leuk moet blijven, het gesprek, altijd wel. Maar er zitten soms heel informatieve dingen bij. Ja, zeker als je moet praten met iemand als Joël de Keulaar of zo, als die een boek schrijft. Of je hebt Maarten Baudry of zo, die dat dan een stuk over, weet ik veel, democratie of zo schrijft. Ja, dan zit je wel even bezig. En is lezen... Zit dat in uw DNA? Is dat iets wat je altijd veel gedaan hebt? Of is dat vooral nu? Nee, lezen heb ik altijd heel veel gedaan. Dus dat is eigenlijk het enige dat ik zo wat min of meer positief uit deze tijd heb gehaald, is dat ik zowel boeken als films die ik nog moest zien, wel vol een bak aan het inhalen ben. Ja. Dus dat wel. Hè. Voor de rest zit ik uiteraard natuurlijk op de zenuwen van mijn vrouw en mijn dochter te werken. Uiteraard, zoals iedereen. Heb ik ook geen gesprekken meer, maar doe ik ellenlange monologen waar mijn dochter en mijn vrouw naar zitten te kijken. Geweldig. En altijd antwoorden mee. Het wordt toch dringend tijd dat jij terug op een podium kunt gaan staan. Dus dat is het wel, ja. Maar voor de rest, we houden ons bezig zo goed we kunnen, hè, momenteel. In het verleden heb je nog uitstappen gedaan naar bijvoorbeeld muzikale dingen. Je hebt bezig geweest met metalmuziek. Ja, inderdaad. Iets minder mint-tv-muziek. Maar ça va, we hadden wel een paar smartlappen ertussen zitten, denk ik. Ja. Die je zou kunnen verwerken naar iets dat er meer bij past. Maar ja, dat was lang. Ik heb 15 jaar in een band gezeten. Oké. Okay. We hebben ook best wel over heel de wereld getoerd ook. Fantastisch. Dus dat was echt heel tof. Maar, dat is nu volledig gestopt? Ja, 2018 zijn wij gestopt. Okay. Ja, we waren allemaal al wat ouder. Iedereen had kinderen. Je weet hoe dat begint. Ja. En als je een carrière hebt in comedy of zo, waar ik in België en in Nederland speel, dan zijn ze in principe s'avonds altijd thuis. Altijd, ja. Als je daarentegen zegt, ik ben weg naar Slovenië. Dag, kinderen. Ja, dan wordt dat op den duur een beetje... Dus dat werd voor ons... We voelden zelf allemaal wel, en ook na 15 jaar samen, dat het wel mooi was geweest. Dus we hebben onze laatste show gespeeld in de NAB in Brussel in 2018, december. Dat is dus nu toch alweer al 2 jaar in het verleden. Dat is het verleden. Nu naar de toekomst. Wanneer staat het terug op het podium? Hopelijk zo snel mogelijk. Mijn plan was wel... Ik heb het nu gewoon voor mezelf uitgemaakt. Dat ik dacht, oké, september hoop ik dat haalbaar is. Mm-hmm, dat er dan een nieuw seizoen begint. Mm-hmm. En dan begin ik te try-outen. Dus ik begin gewoon een nieuwe show te maken. Ja. Het is een ideale tijd om het nu... Als je toch niks aan capaciteit kunt vullen, kun je het beter... in kleine zaaltjes gezellig maken met een hoop mensen en iets nieuws schrijven. Hè? Ik blijf hopen dat in mei je toch naar de Roodhoven kan komen in Hammen. Maar ja, we zullen natuurlijk zien we wat het kan worden. We zullen ons best hopen dat dat lukt, Dat is absoluut. Goed, dat is goed. Ja. Merci alleszins om hier aanwezig te zijn. En ik ben heel benieuwd naar die spannende verhalen. Maar we hebben aan de overkant nog een andere fan allemaal zitten. Drugs en drank en ontucht. Sowieso heb ik... Dat is de enige reden waarom dat we Alex gevraagd hebben. Dus ik dat er was te weinig drugs, drank en ontucht op MenTV, dames en heren. En daar hebben jullie mij voor. Over verhalen gesproken. Ik denk dat wij samen ook al een aantal hele goede verhalen hebben gehad. Op de boot bij Gert Late Night. Mm-hmm. Tussen alweer 2 jaar geleden, zeg. Een tijd dat is dat ook al 2 jaar geleden, man. Een tijd vliegt voorbij. Ja. Je moet weten, Frank, ik moest op die boot. Ik mocht de bomma gaan vervangen. En ik hoorde... Alex Agnew zit op die boot. Ja. Ik had schrikken, man. Ah, wel, dat kan ik me voorstellen. Ik zeg, ik als Vlaamse zanger... Oh, waarom is dat toch altijd? Ja, maar dat was zo, omdat hij nogal... Hij kan soms wel nogal zo'n keer zo wat doorgaan. Maar
dat klikte, hè. Dat klikte tussen ons. Ah, wel, want ik bel dus naar Davy. Ik zeg, Davy, zie dit zitten om in het programma mee te doen. Hij zegt, ja, maar Alex moet erbij zijn. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ik weet dat zelfs die verhalen die wij er op 3 dagen hebben geschreven... met Gert en James en Clara erbij, ja. Tot soms 's nachts. Want we waren tot 's nachts vaak aan het draaien. Dat waren soms de beste verhalen wanneer de camera's gedaan waren. En dan kwam eigenlijk het echte programma. En dat gaan we dus nu maken hier bij MenTV. Vertel, wat is er allemaal gebeurd? Jammer is dat dat niet gefilmd is. Ja, want okay. Dat waren eigenlijk de beste momenten toen we daar zaten. Ik heb een aantal delen, want op een gegeven moment waren wij zo aan het zingen op een avond... We hadden allemaal wel een gin tonic. We waren zat. Hè? Zeg het morgen gelijk dat is. En het was al laat. Het was al 12 uur 's nachts. En plotseling begon Gert musical liedjes te zingen. En James ook. En de Alex begon ook mee te doen. Kun je dat voorstellen? Edelbaar. Hup, hij is vertrokken. Maar hij zingt perfect. Ah ja, tuurlijk. Ja, absoluut. En ik zeg, maar allee, jongens, dat was fantastisch. Ik heb dat wel nog ergens gefilmd. Ja, ik denk dat jij zelfs... dat was van Oliver, you've got to pick a pocket or two. Zodat dus wij waren op den duur waren wij echt zo de foutste musicals eerst. En dan viel het eigenlijk heel hard tegen hoeveel dat ik herkende. Ja. Dat ze er allemaal zaten en dachten, daar, metalman. Het zal toch niet helemaal waar zijn. Ja, dus voilà. Ik ben een beetje door de mand gevallen. Ja, maar je verwacht dat niet van Alex. Nee, dat is waar. Maar Alex kan soms heel verrassend uit de hoek komen. Dat ga je vandaag ook zeker doen. Zeg maar, jij bent ook verrassend uit de hoek gekomen, want sinds kort ben jij de levensliedzanger geworden? Ik vind het een eer dat je dat zegt, Frank. Laat dat duidelijk zijn. Ik ben daar heel blij mee. Ik ben ook heel dankbaar voor wat er allemaal gebeurt. Ook hier bij Ment staat het liedje hoog in de top 10. Ja, en het is ook terecht, Davy. Want ik verschoot er echt van. Ik had zoiets van, ik hoorde het voor de eerste keer. Ik denk van, dit is eigenlijk helemaal niet Davy. En dan zat ik te kijken, jawel, dit is helemaal Davy. Ja, ja, toch wel. Dat ligt heel dicht bij mij. Ik wou het eigenlijk al heel lang doen. Een keer iets met levenslied. Zowat liedjes met een lach en een traan uit het leven gegrepen. Vaak een beetje de miserie misschien. Of in mineur, wat de strofes betreft. Ja. Maar dan in de refreinen. Helemaal open. Dat het hoop geeft. Ja, ja, dat moest het liedje ook zijn. Een liedje dat steun en hoop zou bieden aan iedereen die het een beetje moeilijk heeft. Ik heb het ook soms moeilijk. Ik geef dat toe. En ja, dat komt binnen blijkbaar bij de mensen. En ik heb het gevoel, het wordt ook massaal gedeeld overal. Ja. De clip wordt veel bekeken. Het liedje wordt gestreamd. Dus eigenlijk vanaf nu mogen we veel meer levensliederen van Davy Gillis horen. ik heb wel de smaak te pakken. Voilà. Absoluut. Ja. Ja, de cirkel is eigenlijk ook rond, want daarnet liet hem zien dat Gert ook nog een bericht naar u had gestuurd. Ja, net voordat ik naar hier kwam. Dus je hebt eigenlijk vandaag Gert, mij en u weer al terug tezamen op MenTV. En dat bij de allerlaatste aflevering. Wat fantastisch. Goed, jongens. Ik was aan het denken, door al mijn tranen heen zie ik mijn lieve vriend. En dan... Waar heb ik dat dan aan verdiend? Ik ben al een nieuwe tekst aan. Je hebt dat volledig aan jezelf verdiend, Davy. Want je hebt er zelf achter gevraagd. Hij moest hierbij zijn, Alex, zeg nu. En dat is wel gelukt. En Alex gaat hier dan ook als eerste een anekdote. Waar gebeurt of niet waar gebeurt, dat gaan wij moeten bekijken. En ik ben heel benieuwd of het een grappig, spannend of gevaarlijk verhaal wordt. Ik zou zeggen, laat eens horen wat jouw eerste verhaal is, Alex. Wel... het was in de jaren 90. Ik was eigenlijk vrij jong, van voor in de 20. En ik was met mijn beste vriend op reis gegaan naar India. Mm-hmm. En we zijn in New Delhi aan het rondlopen op straat. En we waren alle twee metaljongens. Dus we hadden ook t-shirts aan van heavy bands. Ineens komt er een Indische man naar ons toe. En die zegt... you two look like metal boys. Would you like to be in video clip of very big, large Indian metal band? En wij zeggen zo, oké. We waren jong, we dachten we doen iets zot. Die zegt, we pick you up, what hotel are you staying in? Ik zeg, ja, daar. Oké, we pick you up at 7:00 in the morning. Wij dachten, ja, dat is al heel vroeg, maar oké. Dus wij staan op, we staan aan de deur. En we worden opgepikt door zo'n groezelig wit camionetje. En er komt al een andere vent uitgestapt dan die ene dat ons aansprak. Het was ook al niet de vriendelijkste, dus we hadden al zo'n gevoel. En we stappen in een auto, we beginnen in die camionet te rijden. En
Wij zijn aan het rijden en aan het rijden en aan het rijden. Mm-hmm. We zijn ineens al meer dan een uur aan het rijden. We zitten al niet meer in Delhi. Oei. We zijn nog verder aan het rijden. Dat wordt afgelegener en meer weg van alles. Het ging over drugs gaan, had hij net beloofd. Dus zitten, ik ben heel erg benieuwd. Wij zitten bij twee, maar wij zijn redelijk jong. Hè? Van voor in de 20. Ja. Zo de eerste grote reis met twee gasten. Zo zonder dat je met je ouders weggaat. Dus je zit daar en je denkt, fuck, hè, waar zitten wij hier? En wij zijn hier al nergens. Die gast kan eigenlijk met ons doen wat dat hem wilt. We hebben totaal geen idee. Dus we blijven rijden nog langer, nog langer. Uiteindelijk stoppen wij aan een tankstation. Die stapt uit, die begint te tanken. Wij stappen ook even uit en wij denken, weet je wat, gaan we niet lopen. Want we vertrouwen dat dier voor de maar. Hadden schrikken? Ja, ja, maar wacht. We staan in the middle of nowhere. Ah ja, natuurlijk. Dus wij kijken naar elkaar en we denken, ja dat gaan we ook niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee. God weet nou waar moeten wij. We zijn al veel te ver weg. We waren al anderhalf uur aan het rijden. Dus wij stappen er terug in. Wij rijden verder met die camionet. Nog een uur. En we komen aan zo'n verlaten industrieterrein. En we denken, ja, het is hier gedaan, hè. Tijd voor gsm's, hè. Dus we konden ook niet naar huis bellen of laten weten waar dat we waren. Dus wij zaten dus, ja, ons hier vermoorden, hè. Dat is hier gedaan. We stappen uit en er komt een keischieke auto aangereden. Hè. En die zo, ja, get into this car. En wij dachten al, ja, wij worden hier verkocht in de prostitutie, dat kan niet anders. We rijden naar een... Ik weet niet of er veel mensen voor jou zouden willen betalen, dat weet ik niet. Hè. In India maar het kan wel, daar val ik enorm goed. En ik denk eraan, ik was toen ook 20 jaar jong. Ja, dus dat zag er allemaal nog redelijk oké. Maar dus we zijn aan het rijden en we geraken in een veel chiquere buurt. Okay. Dus je begint zo te voelen, oh amai, heel veel schone planten, mooie huizen, dat ziet er fantastisch uit. En we komen aan een gigantisch, gigantisch huis met een tempel achter in een tuin. Allee. Dus wij komen eraan, kei veel volk, camera's overal. Er stond een metalband op het podium te spelen, vlammen dat overal uitvliegen. En die zeggen, ja, jullie moeten gewoon van voor gaan staan en zo wat meeroepen en dat. Allee. En dat wordt gefilmd. We hebben er zo die videoclip mee opgenomen. Op het einde was er een waanzinnig buffet. Dus wij zijn er ook blijven eten. We zijn er mogen blijven slapen. En de volgende morgen hebben die terug aan ons hotel ons afgezet. Ja, ik... Het is alles een mooi verhaal, een leuk verhaal. Jawel, maar wisten die ook dat jij zelf into metal... Totaal, die wisten dat van mijn t-shirt. Ja, hè? Dus die hadden ons zien rondlopen en die dachten, oh, dat zijn twee metaljongens. Ja. En vooral ook, ja, dat zijn geen Indiërs. Maar dat je ook muziek maakte, dat wisten ze niet. Nee, maar dat deed ik toen nog niet. Dat was veel te lang geleden. Dus het enige belang voor hun was om twee niet-Indiërs op het beeld te hebben. Ja. Die hadden echt zo, die zagen gasten, die zeiden, dat zien er twee coole gasten uit. Ja. En die willen we op beeld. Davy, als jij nu een hele tijd onder de baan zit en dat spreekt over uren, hè, en er wordt ook eens getankt, gaat het dat dan niet vragen naar waar dat je gaat en wat er gebeurt? Ja, ik zou misschien toch inderdaad wat vragen beginnen stellen. We hebben dat wel gedaan, maar die sprak eigenlijk niet veel. Ik zou in mijn broek schijten. Dat was een redelijk stille vent. En we hadden ook een camionet, want dat had ik nog niet verteld, maar die net zo een glazen scheidingswand tussen ons en van achter, wat ik ook al raar vond. Mm-hmm. En die was ook heel de tijd aan het bellen, maar uiteraard in Tindis, dus je snapte je niet. Nee. Ook als die twee chauffeurs elkaar tegenkwamen, begonnen die ook tegen elkaar te praten. In het Indisch. En je weet dat dat over u gaat. Ja. Want af en toe doen die zo, dan kijken die zo en dan denken, wat zijn die aan het zeggen? Ja. Dus wij waren eigenlijk heel die weg naar daar, was ene grote, wij gaan dat nooit overleven. Hè. We hebben de slechtste fout van ons leven gemaakt. En dat bleek uiteindelijk een van de leukste feestjes waar ik ooit op terechtgekomen ben. En die hebben nu achteraf terug afgezet? Dus morgens vroeg, want wij mochten er ook blijven slapen, want dat was een huis van een belachelijk rijke vent. Dat kan niet anders, want we hadden een kamer met alles erop en eraan. Ja. Er was een gigantisch buffet. En wij werden er ook anders behandeld, omdat die zei, they're from Europe and they came specially for the videoclip. Dus we hebben ook met die band gesproken achteraf. Die hebben ook met ons gebabbeld. Die band heet trouwens Kryptos. Dat is de bekendste metalband in India. Bleek achteraf, want die waren toen aan het begin van hun carrière. Dus, maar die hadden zo'n clip met vlammen en er liepen olifanten rond. I shit you not. Dus het was echt alles erop en eraan. Het is allemaal te toevallig. Ja. Ik heb op een bepaald moment, weet je, als niet-acteurs, hè, want het is dus een geweldige comedie, maar het is geen acteur. Als die verhalen vertellen en het is zo van in begin tot einde één ruk van dat en dat en dat, dan denk ik, dat is goed voorbereid. Ja. Hè? Dat zou kunnen, maar jij hebt dat verhaal. Hij vertelt nu zijn verhaal. En eigenlijk, ik heb de neiging om hem wel te geloven. Want ik heb ook soortgelijks iets meegemaakt ooit. Wij gingen naar Amerika met de Romeo's, naar Hollywood filmen. Het is straks uw beurt, dat weet je. Ja, dat wou ik nog even zeggen. Maar dat is gewoon echt gebeurd. Okay. En ik kwam aan de security. Het was in New York, was dat. Het was niet Hollywood, het was New York.
En ik kom aan de security. En die... Nee, het was wel Hollywood. Sorry. Het was LA. Okay. En die gast die kijkt naar mijn paspoort. Maar dat was zo'n een beer van een vent. En die kijkt naar mijn paspoort. En die kijkt zo terug naar mij. En ziet er een Chris stond er bij mij. Dave Vigilis. Nee, wacht. Nee. Die kijkt terug naar... En weet je wat dat hij vraagt? Are you famous or are you an actor? Zoiets van, are you a famous actor? Dat was het. Are you a famous actor? En Chris en Gunther achter mij, die begonnen te lachen natuurlijk. Die begonnen zo te lachen. Maar ik stond daarop op die foto met zo'n tandpasta smile. Ja. En echt waar. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Dat mensen dat voelen of zo. Op uw persoon, zo dat geschreven staat, dat je toch zo iemand... En die hebben dat perfect aangevoeld. Die hebben gedacht, Alex, dat wordt ook een metal guy. Ja, en mijn maat was ook... Dat is mijn beste vriend van mijn jeugd, Stefan. En dat is een heel harde pretty boy. Ja. Die zijn zo heel lang haar, heel grote ogen. Dat was echt een ladies man, ook tot en met. Dus wij waren eigenlijk ook niet de twee lelijkste metal fans aller tijden. Dus ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld met waarom dat die ons moesten hebben. Ja. Daar gelooft er geen rol van, hè, van deze verhaal. Ik zie dat echt op uw kop. Dat gaat zo, tuurlijk. Ik vind het gewoon... Ik zou eigenlijk heel graag hebben dat het waar is. Mm-hmm. Of het waar is, gaan we weten na de pauze. Tot straks. Hoi allemaal, hier zijn we terug bij Zeg dat het niet waar is. En wij hebben net een gigantisch spannend verhaal gehoord van Alex Agnew, die zomaar eventjes de videoclip heeft gered van, ja, als ik het goed begrepen heb, de belangrijkste en bekendste metalband van India. Van India, ja. Inderdaad. Ja. Hij is er heel fier op, maar natuurlijk is en blijft de vraag, is dat waar of is dat niet waar? Ja, hij kan ze goed vertellen. Hij kan, ja. Het is een ongelooflijk goede verteller. Dat is geen dat hem niet vertrouwt, dat het te goed verteld is. Ja, maar dat is ook. Hij moest over geen enkel detail nadenken. Het kan ook in zijn voordeel spreken natuurlijk. Ik had daarnet wel het gevoel dat jij het wel gelooft, Davy. Ik geloof hem, ja. Ja? Ja, ik geloof hem echt. Wat heeft u echt overtuigd? Niet alleen omdat hij het zo vlot vertelt, maar ook... Ik kan hem wel een beetje beter aanvoelen. Ik ken hem al iets langer. Zo. Ik heb het, ja, mijn gevoel zegt... De sprankeling in zijn ogen spreekt ook wel natuurlijk. Ja, dus hij heeft er uiteindelijk heel erg van genoten. En toen dat hem eigenlijk aan het eindpunt van zijn verhaal kwam... zag ik terug die glinsterings in zijn ogen. En ik denk dat het waar is. Wat mij dan weer deed twijfelen is dat hij zei... dat hij op zijn 20ste er goed uitzag. Maar goed. Ja, dat is misschien de grootste leugen die in dat verhaal verweven zat, dames en heren. Met andere woorden, ik heb het goed begrepen. Davy, jij zegt het is waar. Het is waar, absoluut. Ah, wel, ik geloof er geen fluit van. Ik ga het hem gewoon vragen, we zullen het zien. Alex, zeg dat het niet waar is. Wel, Frank en Davy. Mm-hmm. Mijn verhaal is... niet waar. Wat? Yes! Ik ken hem toch niet. Het was te goed, het was te juist verteld. Allee. De grap is, het is wel een waar gebeurd verhaal. Het is alleen mij niet overkomen. Ah, oké, okay, voilà. Er zullen wel knappe... meegemaakt. Dat was een heel mooi meisje, dus daar verandert het verhaal al. Voilà. En die is niet in een clip van een metalband terechtgekomen, maar in een Bollywood-film, waar ze een hele dansscène hebben opgenomen. En die heeft dus daadwerkelijk... in de auto zit te vrezen voor haar leven bij een goede vriendin van haar. Want die dacht, we gaan dat nooit halen. Goh. Die is uiteindelijk terechtgekomen op zo'n mega landgoed met een onwaarschijnlijk feest. En ik dacht, dat is zo'n goeie verhaal. Daar heb je dat gaan halen. Dat kon ik vertellen. Ah, wel, Alex, en ik moet eerlijk zeggen, je hebt het ook echt goed verteld. Want ik was heel erg aan het twijfelen. Vooral wat ik op het einde zei, die sprankeling in uw ogen. Ja. Ik had echt het gevoel van, dit is ook iets wat hij echt zo had gewild. En dat hem gelukt is. Ik had vooral heel hard gewild dat het mij overkomen was. Ja, dat jij gezien, Davy. Ja, absoluut. Maar jij kan dat zo sappig vertellen. Ja. Het is een verhalenverteller, hè. Zelfs een reden waarom er veel mensen in de zaal zitten als Alex komt spelen, niet waar. Goed, Alex, alles is... Sportpaleizen vol. Voilà. Sportpaleizen. En nu zou ik al blij zijn met Café de Sportvriend. Het is allemaal goed. Oh. In ieder geval, bedankt voor het fantastische verhaal. Ik ben heel erg benieuwd of dat onze vriend Davy ons even goed in de maling zal kunnen nemen. Ja, haha. Nu zijn jullie wel benieuwd, hè? Moi.
Ik vind sowieso uw tune vind ik eigenlijk heel grappig. Heb jij die zelf gevonden? Ik heb hem niet zelf gevonden. Dat is absoluut niet, niet mijn verdienste. Maar je bent de eerste die het in beeld vertelt. Want eigenlijk, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat bijna iedere gast die hier geweest heeft dat benoemd is dat hij dat benoemd heeft. En ja, hartelijk dank daarvoor, hè. Top melodietje. Frank, mijn verhaal. Ja, ik had dat niet gezegd. Ik kon dat even... Alex, naar huis! Eruit! Het is genoeg geweest. Goed. 5 jaar geleden. Ja, dat is 5 jaar geleden. Ben ik met mijn vader naar Graceland geweest in Amerika. Leuk. Er was een boekje. De Primo, u kent dat wel. Primo TV-gids. En die waren met ons meegereisd om eigenlijk een reportage te draaien... rond mijn vader en ik. Ik werd toen 40, mijn vader werd toen 60. We hadden een duetje samen 100. Het was een heel mooi verhaal. En we zouden daar natuurlijk naar ons gezamenlijk idool... Allee, hij is er helaas niet meer, maar naar Graceland gaan. Omdat dat toch een beetje een droom was, ook van onze pa. Mm-hmm. Om dat allemaal een keer in dicht te zien. Wij hadden het geluk dat wij daardoor, doordat we daar foto's maakten en zo... in elke ruimte veel langer konden blijven als andere mensen, die ook wel werden gegidst daar. Maar wij mochten in zijn keuken, in zijn living, in zijn biljartroom... tussen zijn gouden platen, overal in zijn studio, in zijn kantoor. Wij mochten eigenlijk overal veel langer vertoeven dan andere mensen. Dus dat was het geluk dat wij daar langer konden blijven... en daarvan omdat we foto's aan het nemen waren. Op een gegeven moment ben ik dus naar boven, een trap... Naar boven gaan, naar de slaapkamers. En ik hoor Fik nog zeggen... Hè, Fik kende je ook, Fik Dennis. Ja, van de Primo, ja. Hij zegt, ja, Davy, we zijn direct daar... want we moeten nog even met uw vader hier iets fotograferen. Dus ik leg mij even gewoon op het bed van Elvis en van... Priscilla Presley in den tijd. Onder andere waarschijnlijk, want... onder andere. Er zullen er nog gepasseerd zijn. Op het einde van zijn leven was het met Ginger dat hij daar woonde. En ik leg me daar zo'n beetje op zo. Maar dat, op een of andere manier was ik gewoon heel moe. Ook van de reis. En dat duurde lang. En dat wachten ook. Je weet hoe dat gaat met foto's. En ik heb me op dat bed gelegd. En ik was zo al zo wat... Ik was gewoon lichtelijk aan het... in slaap aan het vallen. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk letterlijk gewoon bijna in slaap gevallen... in het bed van Elvis Presley. Nee. Ja, nee, dat is echt gebeurd. Dat lachje vertelt mij nee, geloof er niets van. Ik heb wel de neiging om dat te geloven. Ja? Dat jij een grote Elvis-fan bent, dat weet ik. En zit jij ook in de dingen geweest, in de Jungle Room? Ik ben in de Jungle Room. Ik heb daar foto's van. Ik heb ze hier nog op mijn gsm staan, dus ik kan ze straks allemaal laten zien. Ja. Oké. Maar dus... Hij zegt, we zitten in dat huis en wij mochten langer... omdat wij foto's aan het trekken waren. Ja. Waren de andere mensen dan geen foto's aan het trekken? Maar er was een cameraploeg bij. Of was dat officieel gezegd dat jullie daar aan het opnemen waren voor een programma? Dat was officieel gebriefd, maar eigenlijk was alleen Vic Dennis was alleen mee met zijn vrouw. En hij was foto's aan het trekken. Vic nam eigenlijk de foto's. Zo zijn we ook in de Sun Studios al geweest. Elvis zijn platen opnam. Super. Maar dat is alsof dat je daar nog leeft. Jongen. Als je daar komt, dat is ongelooflijk. Daar werkt 400 man gewoon dagelijks nog aan Graceland. En dat is een busje dat die mensen worden gegidst. Dat is het één busje na het ander. En die mogen dan overal, denk ik, zo'n 5 minuutjes in een ruimte blijven. Ja, behalve wij mochten langer. Omdat we natuurlijk daar... Die foto's zijn ook verschenen achteraf in Primo. Hè. Mm. Alleen mochten wij die foto's niet publiceren... Fik mocht de foto's niet publiceren van zijn slaapkamer. Van de slaapkamer, waar ik eigenlijk dan... Dat was namelijk mijn volgende vraag. Van waarom hebben wij dat beeld dan nergens gezien in de pers? Omdat dat niet... Frank, allee... Dus van alles mocht je... We mochten alles fotograferen, maar blijkbaar mochten de toeristen niet boven... Mogen de toeristen niet boven de slaapkamers en de badkamer... waar Elvis uiteindelijk is overleden. Dat nog grappiger geweest, dat jij op de pot in slaap gevallen wordt, waar Elvis zo zijn laatste momenten heeft doorgebracht. Ja. Dat ze u er ook zo hadden gevonden.
De Belgische king of rock and roll ook overleden op toilet in Graceland. Maar nu moet, dat was mooi geweest. Maar het is toch wel verwonderlijk, vind ik, dat je dus enerzijds zegt van de toeristen mochten er niet, maar jullie werden dan plots niet aanzien als toerist. Nee, want dat is geregeld door het blad Primo, had geregeld met de organisatie daar. En ze kennen die dan allemaal Primo. Ah, dat is de Primo, is dat hier? Natuurlijk de Primo. Fik had op voorhand alles doorgestuurd van Fik is zelf ook een hele grote Elvis-fan. Ja, dat weet ik. Hij brengt wel elke week een stuk over Elvis, of bijna om de twee weken of drie weken, iets in Primo. De Primo-lezers die zien regelmatig iets van Elvis verschijnen. Dus ja, hij kon dat ook aantonen. Ja, zodat hij nog beelden heeft van, ja, deze keer gespot aan een tankstation in Las Vegas. Maar ik ben dus eigenlijk daar echt gewoon in slaap gevallen daar. En dat is zo, als ik daar nu over nadenk. En, maar jij was dan zo moe of je was daar ineens helemaal niet meer onder de indruk van... Ik was kapot. Wij sliepen in Memphis in een hotel. En, maar we hadden daar ook al niet veel geslapen. Dat was eigenlijk al de dag nadat we daar waren gearriveerd. Dus ik was gewoon kapot. Zo jetlag. Je wordt moe. En dat duurde. En je kent Fik, maar we nog standpuntjes zetten. En zijn lichten goed zetten. En, goh. Jij gelooft dat hij daar wel geweest is, maar niet dat hij in dat bed... Maar, jij kunt gedachten lezen. Jij kunt gedachten lezen. Jij bent beter dan Gilly. Dan ben ik ja. Maar ik ben eigenlijk de Gilly. Zo stel je voor. Hoe goed zou dat zijn? Maar, nee, inderdaad. Ja. En want dat hebben we in dit programma al vaak. Hè. De kijkers weten dat al vaak meegemaakt. Heel leuke verhalen. Moest je alleen al het begin vertellen dat je daar hebt mogen foto's nemen in het huis. Dan zou je al zeggen van wauw. Maar ze doen er altijd zo'n schepje bovenop. En dan weten de kijkers, dat is geen waar. Ja. Jij zit helemaal mee, hè? Ik geloof dat. Ja? Ja, ik geloof dat. Dat hij in slaap gevallen is of zo goed als in slaap gevallen. Ja, ik denk dat wel. Fik was eigenlijk gewoon net op tijd om te zeggen, kom. En net gelijk dat hij mij ook perfect goed kende en totaal kon inschatten dat mijn verhaal waar was er juist. Denk ik. Maar ik denk dat ik zie, dat is wel iets typisch dat jij zou doen. Dat is zo'n verhaal dat jij zou vertellen waar je dan denkt, ja, dat moet uiteraard alleen weer de Davy overkomen dat die in slaap valt in bed van Elvis. Ja. Dus trouwens, ik geloof dat, ja. Trouwens, ik heb daar nog een ander leuk verhaaltje bij, wat ook waar was, wat ook waar is trouwens. Daar lag een beertje waar Elvis altijd mee sliep. Weet jij dat ik, dat heeft maar een haar gescheeld, of ik had Elvis genoemd. Ik noem nu Davy, hè. Ik weet, dat is heel fout wat ik nu zeg. Ja, nee. Maar mijn zus, die noemt Priscilla. Mm-hmm. Mijn ouders waren dus grote fan van Elvis. Hey, mijn zus noemde Priscilla, jou Elvis en mijn willen moeder noemen. Wou me eigenlijk Elvis noemen. En vader zei nee. Mijn Peter. Mijn Peter heeft, godzijdank, gezegd van nee, noemt je maar Davy. Ik weet niet met wat ik blijer moet zijn nu, maar kun je dat voorstellen? Anders had ik ook nog Elvis genoemd. Hè? Elvis Gillis. Elvis en Gillis. En dat was uw artiestennaam toch Davy Gillis geweest. het rare is dan natuurlijk wel dat je dan... als jij dan Elvis bent en uw zus dan Priscilla, ja, dat is wel een rare combinatie. Dat helemaal, natuurlijk. Ja. Dat waren de enige platen die thuis opstonden. Dat heeft dan wel weer iets heel het zuiden van Amerika. Zo, hè, zo broer en zus. Dat, moet kunnen. Toch trouwen en zo. Ja, moet kunnen ergens. Ja. Voel dat wel. Zo. Kijk, in ieder geval, het is een mooi verhaal. Of het waar is of niet, dat gaan we zien na dit. We zijn er terug bij Zeg dat het niet waar is. En Davy Gillis, die hier nog steeds aan tafel zit, die... ik moet eigenlijk zeggen Elvis Gillis, hè. De broer van Priscilla Gillis. Die is bijna in het bed in slaap gevallen van de king himself. Ja. Ja. En Alex zegt, dat is waar. Dat ik is gebeurd, dat. Ik voel ik dat. Wel. Ja. 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 Wat heeft u overtuigd? De onnozelheid van het verhaal. Ja. Het feit dat dat zo stom is, dat ik denk, ja, dat heeft hij echt gedaan. Dus jij denkt dat er nog een grotere onnozelaar aan die kant van de tafel zit dan aan die kant eigenlijk? Ja. Goed. Ik kan er mee leven, mannen. Jij kunt er mee leven. Wel, ik heb toch ergens het gevoel dat het inderdaad echt gebeurd is. Ja? Ja, ik ben tijdens de pauze een beetje van gedachten veranderd. Frank, jij bent de cynicus van de ploeg die het nooit gelooft. Ja, maar nee, dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Okay. Nee, mensen weten dat. Ik probeer dat ergens wel aan te voelen. En door de vraagstelling op een of andere manier heb ik toch het gevoel dat hij is niet door de mand gegaan. Hij heeft nergens een fout detail verteld of nergens. Mm-hmm. En ik denk dat het waar is. Maar goed, de enige die de waarheid kent is Davy Gillis zelf. Dus daarom... Elvis,
Zeg dat het niet waar is. Mag ik het zeggen? Je mocht het zeggen. Ja, ah, wel, mijn verhaal is niet waar. Ach, hij heeft ons allebei. Domme, hè. Dat had ik niet verwacht. Nee, dat had ik niet verwacht. Nu, natuurlijk, hij is ook acteur. Dat is wel waar. Allee, 80% was waar, wat ik vertelde. Ja. 80%. Dus ik had eigenlijk gelijk. Ja, eigenlijk, uw eerste gevoel was juist. Want we hebben eigenlijk alles veel langer mogen doen dan inderdaad andere mensen, omdat we daar reportage aan het draaien waren. Maar we mochten sowieso niet naar boven. Ah, voilà. Mm-hmm. Dat mocht boven niet gefilmd of gefotografeerd worden. En daar gingen ook al linten. Ik kon daar ook niet naar boven. Ja. Het verhaal daarentegen dat ik bijna Elvis had genoemd, is wel waar. Is wel waar. Mm-hmm. Ja. Maar eigenlijk... Gelukkig is dat dan in het echt niet waar. Hè? Ja. Ik weet het niet. Ja, het is alleszins al een hele prestatie. En heel fijn om daar te kunnen zijn. Om daar zo lang te mogen zijn. Ja. En, ik heb er ook altijd eens naartoe willen gaan. Ik ben ook een grote Elvis-fan, hetzelfde. En ook zo Sun Studios en zo. Ja. Dus die kanten wil ik eigenlijk ook nog eens doen. Ook zo Nashville en zo. Misschien moeten we dus een metal-nummer daarover maken. En, mijn metal-dagen zijn voorbij. Ik ben nu helemaal into het levenslied, Davy. En ik heb een nieuwe plaat die ik hier kom promoten. Ja, voilà, daar gaan we. Alex zingt over het leven met een DT-fout in de titel. Ja, maar er zit zelfs geen T. Zingt het. Ja. Wat heel bijzonder was ook, wij zaten in die stuntstudio's. Mm-hmm. Papa te filmen, onze papa, grote fan natuurlijk. En wij hoorden dat eigenlijk 2 jaar daarvoor had U2 daar nog een album opgenomen. Mm. Ah, ja. Dat is toch fantastisch als je zo'n dingen allemaal... Ja, absoluut. Ja. Nou, vooral als je dan zo in die plek bent waar je weet dat zo die allereerste... Well, that's all right, mama. Ja, dat daar was. Dat is daar ontstaan, mannen. Allee, en dat je er ook zo in de... Je zat toen... Want dat is zo'n supercool verhaal ook, dat je zo zat te wachten om zijn opname te gaan doen. Ja. En er zat een vrouw, zo'n secretaresse, die zo van alles aan het opschrijven was. En die vraagt ook aan hem... Who do you sound like? En dan zegt hem zelf... I don't sound like anybody. I just sound letterlijk like myself. Gezegd, ja, en dat was zo een van die dingen dat je denkt... Alright, cool. Ja. En dat was eigenlijk de geboorte van... wat wij nu kennen als rock en roll eigenlijk. Ja, dus fantastisch. Ja. We hadden het over de king van de muziek. De king van de humor zit hier aan mijn rechterkant... en die gaat op dit moment een ander fantastisch verhaal vertellen. Oké. Okay. Ik was dus aan het optreden ergens ten velde in ons land. Mijn voorprogramma was een jonge Xander de Rijken. En die gaat eerst het podium op. Die speelde een half uurtje, daarna kom ik. En ik ben aan het spelen en de show is eigenlijk heel, heel goed aan het gaan. En ineens zie ik zo'n vrouw langs het middenpad van de zaal naar beneden rennen en die rent de deur uit. En ik roep nog naar haar... Oei, moeten dringend naar de wc. Hè? Mm-hmm. Iedereen lachen. En ineens roept er een man vanuit de zaal... Die haar water is net gebroken. Nee. Dus ik dacht, ja, come on, man. Hè? Zo, dat meende niet. En ik dacht ook dat dat een grap was. Ja, dus iedereen aan het lachen waarschijnlijk dan. Iedereen aan het lachen en ik blijf maar gaan. Ja, ik ben zo grappig. Het is al een chance dat kind er hier niet ter plekke uitgevlogen is. Noem het allemaal maar op. En ik zie ineens ook zo'n man langs het middenpad ook zo naar buiten lopen. Dus ik denk, amai, wat is hier allemaal aan de gang? Moet iedereen hier naar de wc? Ik blijf maar gaan en ik negeer dat verhaal volledig. Want ik dacht dat dat gewoon een grap was van iemand uit de zaal. Ik dacht, kijk, goed gedaan. Dus wij gaan naar huis en een maand later krijg ik en Xander de Rijken allebei een geboortekaartje. Nee. In de bus. Met daarop een tekening ook van een karikatuur van mij en de Xander. Zo, tijdens het optreden van deze twee grapjassen, Alex en Xander, is onze kleine, is het water gebroken en hij heet Alexander. Fantastisch. Ja. Alex en... Ah, en Xander. Dat is nu dus, zo'n verhaal waarvan ik denk van, dit wil ik geloven. Ja, maar dat is zo... Hij vertrouwt mij niet meer. Dat is zo, er is just, ik kan maar zeggen, ja, ik voelde je wel goed aan. Ja. Dat was een totale leugen. Ja, maar kijk, weet waar het verschil ook in zit, Dave? Het verschil zat hem ook in de manier van vertellen. Het was niet allemaal zo één rrrr. Het was zo'n... Daar zit het verschil, denk ik. Ja, dat klopt, maar... Nee, ik heb je gelooft het gevoel het niet. Om deze keer niet te geloven. Mm-hmm. Omdat het is voor een gedeelte waar, denk ik. Ik denk inderdaad dat die vrouw haar water echt gebroken is... en dat die uit de zaal is gerend...
Maar dat die, niet dat die haar kleine naar hun namen heeft vernoemd. Het is wel toen gebeurd, denk ik. Hè? Dus het is toen jezelf... Het is wel beter als Elvis. Hè? Je kunt dan toch beter Alexander noemen. Dat vind ik dan wel persoonlijk. Allee. Ik vond dat altijd een vreselijke naam. Ik heet ook Alexander eigenlijk. Hè? Okay. Dus ik had het ook voor mezelf kunnen claimen. Maar het is letterlijk omdat wij het met twee waren. Dat Alex en Xander, dat het voor hun een Alexander geworden is. Uh-huh. Ik ben dat zelf ook, maar ik heb dat nooit graag gehad. Ik heb vanaf het moment dat ik in het middelbaar zat, de nieuwe start, gezegd van uw lagere school vanaf, heb ik altijd Alex overal geschreven en gezegd dat ik dat was. Maar mensen die mij kennen van vroeger, die noemen mij nog Alexander. Maar dat geloof ik wel. Ja, dat geloof ik ook. Gezien op, En ik snap, wat ik wel zou geloven is dat ze gekozen hebben voor tekeningen, dus in plaats van voor de foto's. Dat begrijp ik ook wel ergens, ja. Oké. Okay. Ja. Dat was een grap. Dat blijft hier maar komen, hè. Ja, jij zag er vroeger niet goed, dat verhaal geloof ik al niet. Ja, het is goed dat ze tekeningen gedaan hebben, foto's. Dat eigenlijk, dat was ook, niemand was nog naar dat feest gekomen ook, hè. Dat snap ik, ja. Die foto's hadden opgestaan. Nee, maar is dat dan een droom dat mensen dat dan zouden doen, een kaartje maken met u met een foto een van een kind naar mij vernoemen. Ja. Dat is echt wel straf, hè? Ai, ja, dat vind straf. Ik toch wel. Dat is toch wel een beetje. Dat is een eer. Dat je denkt, goh, ik had nu niet het gevoel dat ik zo belangrijk was of zo, dat je dat daar naar zou noemen. Ja. Maar klaarblijkelijk was dat evenement voor hun zo'n zo'n cool ding. Ja, nu geloof ik het weer terug wel. Nu dat zo begint te vertellen. De bescheidenheid is wel mooi ook, hè? Ja. Van, Nu geloof ik het terug wel, want. Ik ben er trouwens van overtuigd, Alex, los van het feit dat dat kind dan misschien daar geboren gaat zijn, dat er nog kinderen naar uw naam zijn genoemd omdat jij Alex Eigenhuis bent. Dat geloof ik echt wel. Ja, dat mag ik hopen van niet voor die kinderen, maar het is dan in ieder geval wel een eer als het zo is. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik dit ga geloven. Ik ga het ook geloven, deze keer, ja. Ik wil er toch nog even over praten met u. Dan kan de kijker ook even nadenken. Tot straks. Welkom terug bij Zeg dat het niet waar is. Ik zit hier nog steeds aan tafel met twee kleppers, dames en heren. Alex Agnew en Davy Gillies. En Alex heeft daarnet een verhaal verteld dat hij samen met Xander de Rijk heeft opgetreden, dat er een bevalling heeft plaatsgevonden tijdens het optreden en het kind zou naar hen genoemd zijn. Zijn wij van gedacht veranderd tijdens de pauze of niet? Nee, ik geloof het niet. Je gelooft het 100%. Ja. Wat is de achternaam van het kind? Dat weet ik niet. Dat was een strikvraag, of wat? Onthouden dan of onthouden dat niet? Normaal zouden dat toch wel moeten onthouden, dan ook als je dat... Geloof het of geloof het niet? Ik geloof het. Ik blijf het geloven. Jij blijft het geloven. En jij, Frank? Ik ga voor de fun zeggen dat ik het niet geloof. Oké, cool. Alex, zeg dat het niet waar is. Frank. Davy, je zult dat nooit raden, maar mijn verhaal is waar. Ja. Dat is echt waar. Het is wel, het is een verhaal dat je echt wilt geloven. Het is een goede vraag, want ik heb inderdaad tot mijn schaamte, doordat ik de achternaam totaal niet onthouden heb, want ik was zo hard bezig met, dat is mijn voornaam, dat ik zelfs al niet meer moest weten hoe dat is. Maar dat was wel, dat is een zot moment, hè. Tuurlijk. Ik kreeg dat kaartje en ik kreeg ook meteen een sms van de Xander. Heb jij dat kaartje ook gehad? En dat was echt zo, wij stonden er met twee van... Ja. Dit was wel echt een moment, want ik had echt gedacht dat het een grap was. Ja, ja. Ik dacht, dat is gewoon een vrouw die snel naar de wc moest en iemand roept, hier water is gebroken. Ik dacht, maar dat bleek dus echt zo te zijn. Maar die vrouw is wel gewoon bevallen in het ziekenhuis. Die is in het ziekenhuis bevallen, dus dat was allemaal goed gekomen. Dat kind is supergezond ter wereld gekomen. Maar het verhaal was, ik moest zo hard lachen. Dat dacht ik net te zeggen, ja. Het is water brak. Het is er, die is echt weggelopen. Die man erna erachter... Want die dacht waarschijnlijk ook, het zal nog meevallen of zo. Ik weet het, want die was ook verdacht iets later. Dat je denkt, je zou toch meteen op. Maar dat was niet. Of misschien dacht je, ik blijf nog even kijken, ik hoor het wel. Ja. Maar die is dus uiteindelijk mee naar buiten gelopen met die vrouw. En dat was nu kan je die grappen van Alex niet zien? Verdomme, moet jij nu bevallen eigenlijk? Later, een paar weken later, bij mij in de bus, en ik doe net open. En dat was echt een tekening, Alex en Xander. Super. En die heette Alexander. En dat kind kan eigenlijk als een van de enigen echt zeggen, ik ben uitgelachen. Ja. Ik ben eruit gelachen.
Hebben ze jullie dan niet gevraagd om Peter te zijn? Of zo? Goh, dat, ik vond het al mooi dat dat was. Tuurlijk. Ja, als we iets stelden voor, dan moeten er ook nog lang zijn cadeaus gaan geven. Ja. En zoveel eer wat, moest het ook niet zijn. Maar nee, ik vond dat cool. Ik was wel, ik dacht wel van oké, dat kan toch ook niet echt iedereen zeggen dit. Maar ook niet iedereen kan zeggen, ik heb trouwens een fan. Dat is een lieve madame. En die heeft een tatoeage. Met mijn hoofd hier op haar arm. Dat is ook zot, hè? Dat was echt schrikken toen ik dat voor de eerste keer... En hoeveel keer ben je daarmee naar bed geweest met die vrouw? Nooit, Frank. Is dat nooit echt waar? Echt waar, ze heeft een tatoeage. Het was maar 3 keer en toch toen al meteen. Mijn logo ook, hè? Fantastisch. Ja, ik vind dat heel... Dat zijn echte fans, hè? Ik vind dat heel bijzonder, ja. Ik vind dat ook een beetje zot altijd. Ja. Want ik heb er ook een die dat heeft. En die heeft zo de naam van mijn band hier zo, dat logo. En dan heeft hij hier zo mijn kop. Echt. En ik zei ook tegen hem, ja, je hebt mij nu wel ineens zo de verantwoordelijkheid gegeven om heel mijn leven cool te zijn. Want anders loopte jij rond met een tattoo. Vroeger was die cool, maar nu is het... Stel dat je zo ineens een misdadiger wordt, of dat je ineens... Wel, alle geluk dat ik nooit zo mijn vriendinnetjes hun naam heb laten tatoeëren. Je hebt 2 armen, hè? Zo 2 sleeves vol met strepen erdoor. Zo. Dat was vroeger, hè, man. Ik heb alleen nog maar plaats in mijn nek en op mijn vingers. Goed. Ja, oké. Met deze fantastische tussenquote gaan we naar het tweede fantastische verhaal van onze Davy. Ik is heel erg benieuwd hoe spannend dat wel zal zijn. Ja. Ja, over fans gesproken, hè, want ik vind het altijd heel bijzonder. Ik ben ook blij dat we de fans hebben, uiteraard. Maar ik ben zelf ook altijd, als kind vooral, hele grote fan geweest van Danny de Munk. Ah. Siske Drat. Ja, absoluut. Ja. Ik voel me zo verdomd alleen. Ja, ik zong dat liedje ook op zangwedstrijden, soundmix shows. Ik kende zijn eerste 2 platen van binnen en van buiten. Ik kwam van school thuis, de tas aan de kant, boven in de gang, op mijn karaoke toestelletje zo. Die liedjes. Maar gaat dat ook af? Ja. Zo'n boxje met een cassetje in, dat je met 2 cassettes, dat ik het nog kon opnemen. Goed. Ja. Ik had er maar eentje, maar dat was ook met een micro aan en zo. Ja. Ja. Maar in de gang live zingen. Nostalgie. Ja, kijk eens aan. En ik kende die 2 platen van buiten. Ik was toen 12 jaar. Was 1988. En op een gegeven moment hoorde ik dat Danny de Munk, dus Siske Drat, naar Van de Ven kwam optreden in Olen. Een winkelcentrum waar heel veel artiesten uit Nederland kwamen op. Grote namen, Rob de Nijs, Anita Meijer, Benny Nijman. En ook Danny de Munk nu. Dus ik zeg tegen ons mama, we hadden het niet breed. Dus dat kostte natuurlijk weer wat geld, hè, om daar naartoe te gaan. Maar ik had mijn mama toch kunnen overtuigen. Laat ons alsjeblieft naar Van de Ven gaan, want ik wil Danny de Munk in Decht zien. Want ik wil daar een handtekening mee. En ik wil daar, dat was mijn droom, hè, echt. Want ik had alleen maar posters van Danny de Munk op mijn kamer. Straf. Nog fouter, ik had alleen maar posters van mannen op mijn kamer. Danny de Munk, George Michael. Maar ik heb dus schouder ingehaald. Ja. Ik heb net datzelfde verhaal. Maar ik had ook allemaal posters van zo actiehelden en zo dat soort dingen. Ja, bij mij en mannen. Bruce Lee. En alleen maar mijn vader die stond zoiets bij mij in de kamer en die zo... Ja, er hangen hier geen vrouwen tegen de buren. En ik heb een dag erop zo'n foto van Michelle Pfeiffer naast mijn bed. Zo, pa, kijk. Jawel, dat is wel waar. Het is oké. Maar sterker nog, ik sliep zelfs onder een donsdeken van George Michael. Ah, George Michael. Dat is echt waar. Maar bon, dat is dat verhaal. Ja, dat heb ik dan niet gedaan, Davy. Dat gaat een beetje ver. Dat is echt gebeurd. Maar dan, ik mocht naar Van de Ven. Ik mocht gaan kijken. Maar het was er zo druk. En iedereen had opgetreden. Iedereen was heel opdringerig van de mensen, van de jongeren die bij hem op de foto wilden. Het ging te ver. Dus hij besloot om geen handtekeningen uit te delen. Oké. Mijn wereld stortte in, hè. Mm. Echt waar. Ik was aan het huilen, aan het blijten, zeggen wij. Mm-hmm. Ons maas zei, maar zijn hier toch eens een beetje kalm. Je hebt hem toch al gezien, Davy? Ja, je hebt hem gezien. Dat is voor je bent toch al 12? Ja, dus voor de veiligheid van de mensen dat hem niet komt. Want dat was het ook wel, hè. Maar hij was toen zeer populair. En ik was zo hard aan het huilen, aan het blijten, dat iemand van de security aan de hekken, dat was een vrouw, en die zag mij en die
had zo'n compassie met mij. Zo'n compassie, terwijl er nog veel anderen ook aan het huilen waren. Hè. Die heeft mij gewoon over de hekken gezet. En die heeft mij gewoon privé gegidst naar de kleedkamer van Danny de Munk. En daar ben ik dan op de foto gegaan. Niet alleen met Danny de Munk, maar ook nog met zijn vader Joop en zijn moeder Ria. En ik was eigenlijk de enige van die 2000 mensen die daar een handtekening heeft bemachtigd en met Danny de Munk op de foto is gegaan. Weer al waant hij zich meer VIP dan hij eigenlijk is. Hè? In het vorige verhaal mag hij ook op een plaats waar anderen niet mogen komen. Nu weer al, Alex. Ja. Nee, toch? Goh. Ja, ik weet dat ik er juist al helemaal fout zat. Maar ik val altijd voor zo van die... Dat hem dan de vader en de moeder dan ook nog bij naam kent en dat soort dingen. En denk ik altijd, goh, ja, wie weet. Het enige waar ik maar een beetje over struikelde was... En die vrouw hefte mij over. En dan denk ik, word jij kei klein als jij 12 waard? En woogde jij heel weinig of viel dat allemaal? Ja, ik was een mager ventje. Klein ventje. Ja, klein man op zich. Dus je kon mij perfect daarover. En je hebt eigenlijk nooit aangevoeld waarom jij wel en die andere wenende kindjes niet? Ik denk dat gewoon mij op mijn pad moest komen. Ik denk dat men dat gezien heeft. Die en Davy, die is zot van Danny de Munk. Dat was zijn leven. En dat is die vrouw die nu die tatoeage heeft staan. En sterker nog, daar is ook mijn liefde voor het levenslied ontstaan natuurlijk. Hè. Dat was die periode, als vanuit mijn kindertijd komt, begint dat eigenlijk. En nu is de cirkel rond. In coronatijden doe ik nu zelf het levenslied. En nu gaan er andere kindjes van 12 staan wenen om toch van jou een foto te maken. Ik kan me best voorstellen hoe voor een fan die een idool heeft, dat je dat heel graag wilt. Ja, ik kan me best absoluut, in hun plaats absoluut. Zetten. En daarom dat ik altijd probeer ook om daar altijd heel veel tijd voor vrij te maken, om daar op de foto mee te... Dat gaat niet altijd, want vaak is het soms van de een naar de ander. Maar ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. De schakel die voor mij ontbreekt om het te geloven is... Waarom zou die vrouw hem eruit hebben gekozen? Die pakte hem vast en die zei... Are you a movie star? Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dat was dat verhaal in Los Angeles, hè, door de security. Nee, maar zag je al toen dat jij klein wordt, Davy. Toen was dat er al. Ze dachten, deze jongen... Zal het wordt maken. Wat later. Dat wordt wat later. Kijk, wij twijfelen nog. Ik weet niet of u nog twijfelt. We hebben al sinds nog even de tijd om te twijfelen, want we weten het na dit. Welkom allemaal terug bij Zeg dat het niet waar is. Ik zit nog steeds aan tafel met Alex Agnew en Davy Gillies. En deze keer was het Davy die een fantastisch verhaal, toch wel een mooi verhaal ook verteld heeft, over Danny de Munk. Een van zijn grootste... Idolen, hè, waar hij uiteindelijk mee op de foto heeft gewogen en een handtekening van gekregen als enige uit het publiek. Ja. Twijfelen we nog of twijfelen we niet meer? Ik had de neiging om het bij bepaalde momenten niet te geloven. Mm-hmm. Maar wat mij wel over de streep heeft gehaald, is het feit dat ik mij wel kan inbeelden dat als u dat overkomt, dat zoiets kan... veranderen in je leven, dat zoiets, zo'n zot moment is dat je heel even in deze wereld zit. Mm-hmm. En dat je dan zelf ook voelt van, ja, ik wil dat ook wel. En dat je dat ook zo op zo'n pad kan zetten naar mm-hmm. dat zelf eigenlijk te hebben. Ja. Dus nadat ik dit allemaal gezegd heb, ik ga hem toch nog eens terug geloven. Ja, ik ga dat toch doen. Ja. Ja. Wel, Davy, ik ga mijn strategie baseren op iets wat ik al verschillende keren gedaan heb. Het vorige was niet waar, dus deze zal waar zijn. Davy, zeg dat het niet waar is. Wel, lief. Frank en Alex, dit verhaal is helemaal waar. Ja. Kijk eens aan. Ja, helemaal waar. Ja. En dat is... Het is zo, eigenlijk heeft Alex het verteld. Perfect verteld. Het is alsof dat op mijn pad moest komen. En ik denk dat die mevrouw aan de security gewoon mij misschien een schattig ventje vond of zo. Of ja, al populair bij de ladies. Ja, onze tuurlijk. En echt aanvoelde dat ik daar absoluut bij wilde zijn. Ja, het is ook wel zo. Er is een groot verschil in kinderen die je ziet wenen. Van, ik heb mijn goesting niet. Of een kind die aan het wenen is en dat gevoelt van, dat is dit echt, is echt ja, die is een hart belangrijk. Is gebroken. Mijn hart was ook gebroken. Ja. En dat was van niks meer
de ene keer tot, wauw, ik heb die foto, ik heb hem nog altijd. Mm-hmm. Davy, grijp uw kans, de camera is daar om die vrouw nu te bedanken. Ja, ik weet zelfs niet meer hoe dat die vrouw noemde. Maar ik wil ze tot op vandaag, als ze er nog is, ontzettend bedanken. Want het heeft mij voor, zoals Alex al mooi heeft verteld, op pad gezet om ook dat levenslied te gaan zingen en om ook een carrière als zanger verder uit te bouwen. Wat nog zo bijzonder is aan dit verhaal is dat Danny de Munk, achteraf hoorde ik dat hij eigenlijk afkomstig was uit Purmerend. Mm-hmm. Dat is boven Amsterdam. Ik weet niet hoe je dat moet uitspreken als ik hier zie staan. Purmerend. Nu wil dat juist lukken. Zoveel jaren later leer ik mijn vrouw kennen tijdens Romeo en Julia. Ja. Ik mocht Romeo spelen. Sasha mocht Julia spelen. Van waar was Sasha afkomstig? Purmerend. Rotterdam. Zo totaal non-verhaal. Zo. Dan nog zo'n surplus. Ik noem Davy. Hoe noemt de zoon van Danny de Munk? Davy. Nee. Dat is toch allemaal niet meer toevallig? Nee, dat is moet toch iets zijn? Allee, moet toch iets... Misschien moet je met hem eens een duet opnemen. Ah, ja, dat is of een relatie beginnen. Dat begon eigenlijk ook zo wat zachtjes die richting en dan komt hij straks te evolueren. Ja, maar mijn interesse, Danny de Munk. Mijn interesse is dan op 16-jarige leeftijd wel meer veranderd. En toen kwamen er meer vrouwen aan mijn muur in de slaapkamer. Ja. Nee, maar het is een zwaar geheel. Goed, Davy, hartelijk bedankt voor dit fantastische verhaal. De kijkers weten dat. Ik krijg altijd het laatste woord, jongens. Okay. Ja, je hebt ook een verhaal. Ik heb ook een verhaal van voorbereid. Van echt alles, jongen. Voilà. Bij mij gaat het niet over tatoeages. Het gaat niet over foto's met fans. Maar het is wel een zeer spannend verhaal. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het geloven. Wij keren terug naar 2002. Ik ben getrouwd in 2002. En dat was met een vrouw die uit het Kortrijkse kwam. Zij woonde in Kuurne. Hè, en we hebben dat traditiegetrouw dan ook daar gevierd. Wij zijn dus gaan trouwen in het stadhuis van Kortrijk. En vervolgens zijn we met zo'n bolderkar met Parnel, zijn wij naar het Wit Kasteeltje getrokken. Het Wit Kasteeltje, als je, dat staat er nog altijd, maar het noemt niet meer het Wit Kasteeltje. Als je afrijdt, ik denk dat Kortrijk-Zuid is, denk ik, alleszins niet de eerste, maar de tweede afrit als je van hier komt. Mm-hmm. En je slaat eraf, onmiddellijk naast de Colmar heb je daar zo'n klein, ja, mooi wit kasteeltje. En wat dat ik toen belangrijk vond, was dat dat iets was dat echt apart stond. Hè? Want je hebt heel veel mooie trouwzalen, maar waar zo 3-4 trouwens tegelijk zijn. En dan kom je toe en dan zo van, ah ja, bij wie moet ik nu zijn? Ah ja, bij de Frank. Mm-hmm. Hè, weet, dat vind ik niet zo. Dus ik zag dat zoiets van, zo'n schoon wit kasteeltje. We zijn er getrouwd, fantastische, leuke avond gehad. En wij kregen een beetje als bedanking van die zaal, kregen we een bon mee om het jaar nadien of 2 jaar nadien, wat we zelf wilden, met het koppel, dus het getrouwd koppel, mocht daar iets gaan eten. Want zij organiseerden 1 of 2 keer soms per jaar, afhankelijk van hoeveel trouwens dat er waren geweest, een avond dat je ook nog eens kon gaan genieten. Mm-hmm. Want wat ook typisch is bij trouwen, meestal geniet je minst van al van het diner op je eigen trouw. Dat is zo, ze zijn zo zenuwachtig, ze zijn zo met gasten bezig. En zelfs zoiets van, kom dan gewoon nog eens nadien en je krijgt terug een menu voor. Dat is wel schoon. Ja. Dat is, ik vond dat een hele mooie geste. Dus, 2 jaar nadien pak ik de telefoon en ik bel. Ja, hallo, ik ben Frank van Eeren weer. Wij zijn bij jullie getrouwd. Ik zou graag met die bon iets komen eten. En die man aan de andere kant van de lijn van... Welke bon? Ik zeg, ja, ik ben Frank van Eeren. We zijn getrouwd bij jullie 2 jaar geleden. En zegt hij, ja. Ja, maar dat is hier wel ondertussen van eigenaar veranderd, dat is overgenomen. Dat is geen wit kasteeltje, maar dat is het vettig kasteeltje misschien geworden. Davy, je zit in de juiste richting. Zit ik al in de juiste richting? Zit in de juiste richting. Maar het is ook goed dat dat weer het eerste is waar dat gaat. Ja, dat is typisch. Ja. Dus je zegt de manier waarop je het vertelt. En dus ik zeg tegen die man, ik zeg, ja, dat is echt jammer. Ik zeg, ja, want wij konden dan dus genieten van een etentje daar. Hij zegt, maar wacht, een secondje, zegt, ik ga het even bespreken hier. En hij gaat even weg en hij komt terug en zegt tegen mij, zegt hij, ik heb goed nieuws voor u, zegt hij. Wij geven hier ook wel eten en dergelijke meer, dus je mocht met die bon als geste eigenlijk eens komen eten. We geven hier ook wel eten. Ja, dat klinkt al niet goed, hè. Ze zegt, ja, oké, goed. En welke datum? Ja, je kan kiezen uit die en die en die datum. Ja. Zegt, goed. En wat voor soort restaurant zijn jullie dan geworden? Waarop die man zegt, wij zijn een
Parenclub. Super. Ja, dat is fantastisch toch, jong. Dus je bent zeker gegaan. Ik heb als antwoord gegeven van, kijk, weet je, het is misschien nog net iets... gekregen nee, ik heb gezegd van, het is misschien net iets te vroeg. Ik ben 10 jaar ook nog eens komen. Misschien je zeker dat... Het was toch geen paarden? Nee, het is effectief een parenclub. Ik weet niet wat het erop vandaag is, dat maar we zijn... Dat moet ook tegenvallen, hè. Als je denkt dat je met je vrouw naar een parenclub gaat en je zit in een paardenclub. Die jij je rijbotten bij? Oh, is dat hier dat soort? Club. Oh. Zijn mannen, om al jullie fantasie gewoon even te onderbreken. Wij zijn niet geweest, hè? Oh. Dus, nee. Wat een gemiste kans. Ik heb ooit opgetreden in een parenclub. Ja? Oké. Okay. Ja, dus de Chris had dat geregeld. In de kamer dan? Uiteraard had de Chris dat geregeld. Dat was iemand die hem kende, een vriend van zijn broer. Ik, dat was niks. Nee, dat was zelfs niks voor mij, jongens. Allee, geloof het of niet, maar ik was niet op mijn gemak. Maar bon, vertel verder. Goed, ja. Dus ja, maar veel heb ik niet op mij. Veel heb ik eigenlijk niet meer te vertellen. Het is eigenlijk aan jullie om vragen te stellen. Om te weten te komen of dit waar is of dus niet. Je bent niet gegaan. Je bent dan niet gegaan. Ja, nee, uiteraard niet. Maar... Ik heb ook niet getwijfeld of zo om te gaan. Nee. Okay. Dat we dat niet zo toch even voorgelegd aan uw vrouw? Van, moeten we nu iets weten? Wel, en wat denkt u? We hebben wel goed gelachen, maar ik heb het niet als de We hebben tenslotte die een bon toch nog altijd. Hè, zo. Ja, nee, het is effectief. Ja. Ik kan er niet veel meer over zeggen. Ik kan alleen zeggen dat we niet geweest zijn. Ja. Ik heb er ook wel spijt van dat we niet geweest zijn achteraf. Ja. Zijn we daar nog langs gereden? Of hebben we dat nog eens bekeken en uiteraard. Wat dat geworden is? Of hoe dat er dan nu uitziet? Ah, wel, nu weet ik het niet meer. Omdat nu wel even gelezen. Maar uiteraard zijn wij eens gepasseerd om te kijken. Maar je moet ook weten, dat is een kasteeltje. Ze staat wel iets dieper. En daar stond natuurlijk een grote poort voor. En nu... Wat, en u noemde dat nu? Ja, wel, dat zit net te denken, want ik weet dat niet meer van buiten. Kasteeltje? Nee, het was... Nee. Nee, want het heette niet meer het Wit Kasteeltje. Want ik dacht eigenlijk van, op zich is dat wel ook voor een parenclub nog een mooie naam, hè, het Wit Kasteeltje. Maar dat was het niet meer. Maar ik weet niet exact meer wat het was. Ik weet wel nog waar het is, dus ik zou misschien nog eens kunnen passeren. Maar dat is een heel geloofwaardig verhaal, hè, Frank? Ja. Ah ja, natuurlijk. Ja. Want dat kan inderdaad, zoals je het nu vertelt, is twee jaar ervoor... Was het voor huwelijken en ondertussen is het overgenomen en is het een parenclub geworden. Dus niks, ik vind daar eigenlijk ook niks mis mee. Wat was de parenclub waar jij gespeeld hebt? Het was een echte parenclub. En dat was in? Dat was daar ergens in de buurt van Brasschaat. Oké, het was niet hetzelfde. Oké. Was niet hetzelfde. Ja, ik heb een goede maat dat ook een comedian is die zo parenclubs doet en die ineens zo verhalen vertelt. Van één waar dat de boy terechtgekomen is, dat geen parenclub meer was. Het omgekeerde. En die komt in volle lingerie met zijn vrouw beneden in de bar. En dat is gewoon een café geworden. Geweldig. Dus dat is ook een van de beste parenclubverhalen ooit. Maar ik denk, ik heb toch de neiging om dat wel te geloven. Ja. Kijk mannen, neem nog even de tijd. Dan kan de kijker dat ook doen. Jullie kunnen nog even praten met elkaar. En we zien elkaar straks terug. Kijk eens aan, hier zijn we terug voor het allerlaatste deel van de allerlaatste aflevering van dit seizoen. En nog steeds met Alex Agnew en Davy Gillies. En ja, ik heb zoals steeds het laatste woord gehad. Ik heb een toch wel, hoe zal ik het zeggen? Mooi verhaal. Een mooi erotisch verhaal verteld over de trouw die is doorgegaan in het Wit Kasteeltje. En 2 jaar later is dat dan een parenclub geweest waar wij toch wel naar uitgenodigd zijn geweest. Maar heren... Ik ben niet naar daar geweest. Ah, wat een anticlimax. Ik vind dat had moeten gaan. Ja, dat had schoon geweest. Dat had pas echt grappig geweest. En daar heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. Want dat vraag ik me af. Davy, weet jij dat in een parenclub ben je dan ook verplicht om... Blijkbaar wordt dat wel verwacht. Hè, dat iedereen een beetje op dezelfde manier daar rondloopt. In lingerie, denk ik. Waar wij toen hebben opgetreden. Als man ook in lingerie? Of in onderbroek dan? In ondergoed. Ja. Maar wij mochten voor alle duidelijkheid wel onze kleren aanhouden om op te trainen. Ja. Dat is wel jammer ook wel weer daar. Ook weer een kleine gemiste kant, vind ik toch wel. Dat vind ik ook wel. Ja. Naar het schijnt zijn er wel tot niks verplicht. Dat wou ik net weten. Goed. Dus je kunt daar naartoe gaan. Je kunt eigenlijk gewoon er rondhangen en alleen met je eigen vrouw dingen doen. Of je kunt dat ook... Hè, maar dat is allemaal heel vrijblijvend naar het schijnt. Ik
klink alsof ik het uit ervaring heb. Ja, dus dat, ja. Maar dus dat is echt een verhaal van, het is een maat van mij, maar ik vind het altijd leuk om te horen dat soort plekken bestaan. En maar ja, tuurlijk. Iets in mij is er ook altijd wel nieuwsgierig naar. Dan denk wel, en daarom dat ik het ook vroeg, want dan denk ik van, als dat effectief zo is, dan is het effectief een gemiste kans. Dan had ik het misschien gewoon eens moeten doen om voorzien te hebben. Je bent niet verplicht om iets te doen, dus je had eigenlijk ook puur de toerist kunnen gaan uithangen daar. Kijk, heb ik niet gedaan, ik ben gewoon niet geweest. De vraag is, was het verhaal waar of heb ik het leuk verzonnen? Davy. Ik denk dat het waar is. Alex. Goh, ik ben echt te goed gelovig, hè, maar ik heb altijd... Ik zeg het, ik wil ook altijd de hart dat die verhalen waar zijn. Dus ik ga gewoon zeggen dat dat waar is. Stel mij gerust de vraag. Oké. Frank, is jouw verhaal over de parenclub waar je in getrouwd bent waar of niet waar? Frank, zeg dat het niet waar is. Alex en Davy. Het verhaal is effectief waar. Oh, gelukkig. Ik ben niet alleen maar naïef. Nee. Dat is kei tof. Want ik zat hier al, ik dacht, als die nu ook weer iets verteld heeft dat niet waar is, dan is dat zo... Oh. Ja. Ja. De relatie heeft uiteindelijk niet stand gehouden. Ik ben hertrouwd. Ik heb nu een fantastische andere vrouw. Daarmee zijn we nog niet naar een parenclub geweest. Trouwens, met mijn ex ook niet hoor. Ik ben nog nooit in een parenclub binnen geweest. Mm. Maar ja, inderdaad. En het was wel verschieten hoor. Als je dan de telefoon neemt en dan ineens dat te horen. Want ja, ik had dan ook zoiets van... Doordat die man zo heel verbaasd klonk... Vroeger was dat hallo met het fietkast. Ja. Plotseling wel hallo met het vetkast. Hallo met de rubberen vest. Goedemiddag. Oh, nee. We waren net al bezig over... Ja, ik heb een nieuw levenslied geschreven. De rubberen vest, dames en heren. We gingen al een laatavondversie maken. Laat ons dat even uitstellen voor een volgend seizoen. Maar wat mij verwonderde was dat die man eigenlijk helemaal verbaasd was. Want ik neem aan dat er nog mensen zullen getrouwd zijn en dat dat niet de eerste telefoon zal geweest zijn die ze gekregen hadden in die trend. Maar ja, dus blijkbaar is het dan... ik weet niet wat het nu is geworden. Ja. Kijk, we zullen met z'n al... Laat ons met z'n drieën eens langs gaan. Ja, dat is goed. Met een beetje geluk is het dan een paardenclub geworden. Voilà, zei, huppa. Dan kunnen we onze kinderen ook nog meenemen. Dat klonk ook weer helemaal niet zoals ik het wou zeggen. Kijk, mannen. Ik wil jullie bij deze hartelijk bedanken om hier aanwezig te zijn. Ik stel het altijd de vraag, wat vond je ervan? Heb je geamuseerd? Ja, tuurlijk. Ja? Dat is keiplezant. Maar goede verhalen zijn altijd leuk. Hè? Of dat die nu waar zijn of niet. Er is zo'n uitspraak waar ik heilig in geloof. En dat is altijd, never let the truth get in the way of a good story. Ah, ja, dat is een goed verhaal hoeft niet waar te zijn. Dat moet gewoon leuk en onderhoudend zijn. En dan ben ik al lang gelukkig. Absoluut. Keiplezant. Keiplezant, geamuseerd. Keiplezant dat ik jou nog eens gezien heb. Ja. En met een goede vriend van Alex. Ik zeg dat ook altijd tegen de gasten. Het is zo, natuurlijk, met die lockdown die ze thuis. Ik ben altijd, na een dag opname, ben ik doodgelukkig. Ja. Dat ik nog eens sociaal contact heb gehad. Ja, absoluut. Dat ik de kijkers heb kunnen toespreken. Dat die mensen zich ook geamuseerd hebben. Dat hoop ik alleszins, want dat is het laatste wat ik altijd doe. Dat is jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En deze keer ook voor het kijken naar de hele reeks. Hartelijk bedankt en ik hoop dat ik jullie... misschien volgend seizoen terug kan zien. Tot ziens. Dag allemaal.